Oké, hallo allemaal. Mijn naam is Rick Vechel en vandaag een hele andere video. Ook een hele verrassende video, want het is geen dinsdag, het is geen donderdag. Al hebben we het op donderdag wel gemeld. Nee, zoals ook op mijn Instagram account de afgelopen week in de stories, ik heb een pakketje gekregen van Peps Minis and More. Dat is deze doos. Ja, hangt helemaal voor de camera. Allebei in dit geval. Elke namelijk een verrassingspakketje. Ze zeggen toch ook, met stream bezig was ook natuurlijk echt, ondanks digitale games, echt vasthield aan, ik wil graag tabletop dingen laten blijven zien. Even, weet je wat, er komt een pakketje ook aan op. En ik heb geen idee wat erin zit. Dus zoals ik ook op de DN donderdag van afgelopen week heb gemeld, of afgelopen keer heb gemeld, we gaan het uitpakken. En het is aan jullie, in de YouTube comments hieronder, om mij te zeggen wat je wilt ik ga doen met de train. En dan ga ik een livestream opzetten, een one-shot met dit terrein, met jullie verhaal. Oftewel, maak het me gerust moeilijk, bring it. Dus, nou, gaan we beginnen. Even opensnijden van de doos. Dus dat handle with care, dus ben ik heel voorzichtig dat ik vooral niet veel geks doe. Zolderknutselspullen. Lang leven herbruiken van dozen. Zoals je goed weet, er staat trouwens ook hier echt heel mooi boven. Dus dat is sowieso weer goed de bovenkant is. We gaan eens even beginnen met uitpakken. Nou. Zal die voor de knutselen zijn? Denk ik. Als Peps nu gaat reageren, maar jawel, dan heb ik daar een andere tak erbij. We gaan eens beginnen met pakketje nummer 1. Zoals jullie hem ook daar zien? Ja, perfect. We hebben over lichtfoam torens. Oftewel ideaal voor als ik ofwel nog eens een keer, zoals bij de horror one shot, een dubbel pakket moet gebruiken. Maar ook als ik gewoon simpelweg een stukje line of sight of cover wil maken in D&D. Dus al goed, veelzijdig bruikbaar, ik ben fan. En we hebben er nog meer. Dit is ook allemaal goed jongens. Ik rommel elke donderdag wat aan, eerlijk is eerlijk. Maar dan zie je dat zoiets iemand die wat er echt ja, gewoon een beroep voor gemaakt heeft. En ook gewoon dat detailwerk is fantastisch. Kijk, hoe ze het ook laten zien. Echt. Tofheid. En ook geen enkel is hetzelfde, zoals het hoort bij oud bouwwerk. Ik zie er enkel ook echt zelfs nog een viertal plekken bovenop hebben. Dus ik zou ze ook kunnen gaan stapelen. Kunnen gebruiken als iets afgebroken is. Nou, volgende pakketje. Nou, dat is zeker weer geen torens. Maar ik heb geen idee wat dat wel is. Oeh. Een mound. Netjes aan de kant. Neem aan dat dit ook geen knutselmateriaal is, maar anders ook graag. Even voor de camera. Nou, dit is in principe een stuk graslandschap. Met een verborgen is maar de vraag. In ieder geval met een put, want ik zie er een paar armen uitsteken. Waarschijnlijk voor het Warhammer minis of zo. Echt wel een beetje de huber, maar daarentegen vind ik wel fijn, hou ik al van. Dus een soort van ondergrondse gevangenis. Vooral ook bij slecht weer. Alles wordt onder. Ideale machtencondities. Dus het wordt wel gezellig. Dan denk ik aan. Jullie als kijkers gaan beslissen wat ik hiermee ga doen. Dus als je nu al ideeën hebt. Gooi ze nu naar de YouTube comments. Maak er 5 voor mijn part. Helemaal prima. Nou, op naar de volgende. En ik zie ook wat tofs ontwaren. Maar dat kom je zo aan. Oh, nog wat van deze graslandschap patches. En. Geniaal. Er zit de achterkant van de cd geplakt. Het is stevig. En ja, krassen zullen nu niet meer uitmaken. Ik zie ook wat lijmsporen, dus we good. Maar het is ook gewoon lekker zo'n ja, een bijpassend paddendeel. En ik heb er nog eentje nu met wat rotsen erbij. Met, en het zal vast niet toevallig zijn, eenzelfde kleurentint als de pilaren dus. We gaan lekker aan de slag met de pilaren. Dan gaan we een soort verloop maken met nog het gesteente. Voor echt bij het gras terechtkomen. Kijken jullie kan allemaal goed zien. Ja, ik zal misschien ook wat helderder moeten maken in de editing, maar dat komt op. Komt daar ook nog een paar foto's achteraf, dus maak je vooral geen zorgen. Je gaat alles nog zien. Dan heb ik hier een ingepakt cadeautje. Nou, dus even kijken wat hierin zit. Dan ga ik het heel voorzichtig openmaken zonder iets te beschouwen erin zit. Daarentegen alles hier is momenteel dik en dubbel wrapped. Dus ik verwacht niet dat het heel veel problemen gaat opleveren eigenlijk. Glaswerk. Uitrollen. Ze was een beetje niet geweest om het los te maken, maar.
Oh, healing potions. 2d4. Plus plus 2, een normale healing potion en een greater met 4d4 plus 4. Staat er heel mooi op. Potion of healing en potion of greater healing. En dan hebben we nog een blauwe potion bij zitten voor mana. En dat is wel leuk, want mana in D&D komt niet eigenlijk vaak voor, omdat D&D natuurlijk een spelslot systeem heeft. Er zijn er een paar variaties van. En wordt er in sommige homebrew games het heel erg ontzettend machtige spelslot recovering potion gebruikt. En gezien hier een D6 in zit, is alleen maar de vraag, krijg je een spell level terug of een aantal spelslots? Wat gaat dit doen? Dus opportunities abundant. Als je zelf als eerder over hebt wat deze zou moeten doen, die one shot, wederom comment. Ik ben gebonden aan jullie wil. Met dank aan Peps, Minis en More. En we eens even kijken. Hebben we hier nog andere vorm van verandering? En beestjes! Holy damn, die zijn cool. Nou, ook Peps en Minis gaat even bewijzen dat ze ook weer beter kunnen verven dan ik dat ooit zou kunnen doen. Geen zorg. Ik ben wel wat gewend inmiddels. Maar ik heb... super vette works heb ik een idee. Wat erbij zitten. Zowel een bruinoot iets groter, iets gespierder is. Oog, een grote pin aan zijn onderkaak. Ze hebben allemaal horens of wel antlers. Een beetje of ze nou gewelddadig bedoeld zijn, ja of nee. Bludgeoning of piercing zou ik maar zeggen. Is de laatste van de set. Die heeft allebei de webcams, dus zeker weten een beeld hebben. Dus we hebben ook al wat enemies. En of dat nou is voor een random encounter of niet. One way to find out. Ook lekker op die Warhammer beest, dus ik ga zien of het echt iets van Warhammer is. Zo, dan zet die lekker bij de mouw neer. Mensen ontsnappen worden opgegeten, als je antwoord hebt ook. Met babbel en babbel, want we komen nu bij een tof deel van de doos aan, jongens. Echt, dit wordt super vet. Nog één. Oh, nog een los deel. Even openmaken. Oeh! Nice! Crystal Gems, dus we kunnen ook daarmee nog gaan spelen in deze one-shot. We hebben zowel paarse, hey, hoe zijn ze in de wonders van de bank? De paarse kristallen, allemaal van die doorzichtige materiaal met een hele fijne print eroverheen. En deze turquoise blauwe dingetjes. En we hebben nog een cd'tje. Die zijn we ook aan de cd van Condensees draaien. En hier zit een soort van stenen platform. Ik wil een stand van een toren ooit. Een watchtower van een of ander. Dus die was ook wel mooi hierbij. Naar ruïnes van wat er ooit gestaan mag hebben. En volgens mij gaan we nu naar het laatste deel van de doos. En ook het grootste deel. Dus ook wel die doos zo groot was. En dan kreeg je binnen, ik dacht echt, wat krijgen we nou? Nog meer. Mogelijk knutselmateriaal, ik sluit niks uit. En dan gaan we naar... Oh, is er nog iets van papier erbij? Oh, hey, stickers! Nou, gaan we die ook meteen op mijn word chest zetten. Want ik heb altijd een kistje wat ik meeneem als ik D&D ergens zou doen. En dan gaat hij dus mooi nu lekker naast mijn eigen sticker. Peps, Minis en More. Gewoon meteen erop, geen gedoe, geen gezeik, geen twijfel. Want dit wordt nu al tof en dit wordt nu ook iets dat ik vaker mee kan nemen. Ja, super. En eens even spieken, dan gaan we nu naar... Oh, ik had hem zwaarder verwacht. Boom! Look at my house. Nou, we hebben een super toffe woning. Op scale. Super tof. Oh, twee kaartjes. Nou. Die gaan dus ook meteen dadelijk mee. Die koffer in. Zo. Dus even kijken, kan dit ook los of heb ik nog losse delen aan? Dan ben ik gewoon te voorzichtig. Nee, dit is puur een stuk vet scenery. En ik meen ook echt vet. Dit is echt super tof. Wat een huisje. Gewoon lekker die stenen onder in het fundament. Dan het traditionele stuk houtbouw met al die lenen tussenin gepropt. Lekker het groen weg om het net een beetje meer authentiek te maken. Oh, die rode dakshingels overal. Dakpannen. Schoorsteentje. Super vet. En toen gezien ik natuurlijk kan een plek geven in hetzelfde adventure. Hè? Nog een haunted house op mijn part. Laat het komen jongens. Laat mij lekker hiermee toffe dingen maken.
Dus wat hebben deze pit met de wargs richting deze pilaren en dit huis met elkaar gemeen? Is er een duistere kelder ergens onderin? Dan gaan we daar wel of toffe dingen mee doen. En natuurlijk is er een of andere gekke wizard bij. Who knows? Als iemand trouwens weet wat voor blauw spul hierin zit, wat echt ook vast erin zit, ben ik heel benieuwd trouwens. Let me know. Ik krijg niet van 5, dus ik ben het niet eens met de dobbelsteen. Ja, eens kijken, de deur is nu echt leeg. Check, check, double check. Ja, en dan de rest van nog één ding en dat is Pep. Van Pep's Minis and More. Hartstikke bedankt. Mijn tandwielen zijn nu al aan het draaien. Mijn hamster heeft nu al overuren, dus ik ben gelukkig. Dankjewel. En ik ben reuze benieuwd jullie ideeën. En laten we zorgen dat we daar een hele toffe livestream one-shot van maken. Ik heb natuurlijk de Discord actief, dus kun je ook gewoon lekker lid van worden. We gaan het hebben over onder andere D&D Dutch, wat je zelf nog willen weten, vragen daarover natuurlijk. En natuurlijk een heleboel meer one-shots anders spelen, want hè, daar is D&D voor. Of misschien andere systemen, want hè. Het beetje Call of Cthulhu uitstapje beviel van de horror one-shot. Maar ja, bovenal nogmaals, dankjewel. Ook jullie bedankt voor het kijken en ook hartstikke bedankt voor je ideeën. En wellicht, tot snel.